Welkom bij weer een nieuwe vlog vanuit Lissabon. Ik ben uit Japan eigenlijk vrijwel direct doorgegaan. Eén dagje thuis. Of een dag, een nacht. Snel alles gewassen en daarna direct door naar Lissabon. Een weekendje vrij eigenlijk, dus dat is wel lekker. We hebben vanavond een kerstdiner hier op Warnsborn met een aantal judoka's. En dat betekent dat ik dus al een paar dagen in de keuken sta van alles te koken, nou, vooral te bakken. Ik heb een Tony Chocoloni Salted Caramel Brownie Taart gemaakt, een Kinder Bueno mousse. Ik maak chocolate chip cookie cups waar ijs in gaat. En ik heb zelf karamel gemaakt. Ik ga het jullie zo even laten zien. En als je het zelf wilt maken, dan zul je even op mijn foodblog moeten kijken. Want daar komen alle recepten op. Het is nu de dag voor kerst, dus zijn we weer de hele dag aan het bakken. Ik ben al in Lemmer, dus weer samen met mijn zusje. Ik heb hier net eiwit opgesteven. En als je wil weten of het goed stijf is, dan moet je wel even op de kop houden. En dan hopen dat het er niet uitvalt. En hij is dus goed stijf. Nu ga ik hem zo op deze taart doen en dan mooie pieken erin maken en dan gaat hij nog even in de oven. En ondertussen zijn we ook soep aan het maken. Gele paprika soep met mascarpone en pesto. En we hebben in de vriezer een taart. Dit wordt een tiramisu taart. Dus dat wordt allemaal heel lekker, want we hebben ook nog snickersijs in de vriezer. En dan gaan we nog rosbief maken, dus het wordt allemaal top. Welkom bij eetgroep nummer 3, het snickerijs. Acht. Ik ben vandaag in Den Haag. Ik heb zo'n gesprek met Sportlife Management en Tikkels. Tikkels is het bedrijf dat mijn website heeft gemaakt. En Sportlife Management gaat ook helpen met onder andere het zoeken naar sponsoren. Dus we gaan zo het plan voor dit jaar bespreken. Ik heb net de eerste training hier in Mittersil gehad. Ik heb hiervoor echt drie weken een beetje vakantie gehad. Wel een beetje getraind, maar niet zo heel veel. Dus ik was best wel bang over hoe de training hier zou gaan. Maar ik ben hartstikke blij en ik heb eigenlijk weer heel veel zin in dit seizoen. So I collapse, I'll spill these rats long as you
Hey jongens, dit was weer super! Je kunt me altijd liken, laat me weten wat je ervan vond. En vergeet niet om abonnee te worden, hè? Hey, vergeet het niet!